Mevrouw Smit, ik wens u veel succes en geniet er ook van. Geachte voorzitter, geachte minister, geachte leden van de Tweede Kamer en geacht publiek. Dit gaat over operaties met implantaten, maar ook over veel standaardoperaties zonder implantaten, die dagelijks mensenlevens op zijn kop zetten. De patiënten die ik sprak, waanden zich beschermd door de wet. Zij gingen ervan uit dat de dokter alles vertelt wat nodig is, zodat de patiënt wel overwogen kan beslissen. Helaas gebeurt het in de praktijk lang niet altijd. Schriftelijke informatie in de vorm van een bijsluiter of een verwijzing naar een internetsite zou de patiënt veel beter in staat kunnen stellen een weloverwogen keuze te maken. Het is vervolgens dan aan de patiënt zelf om daarvan wel of geen kennis te nemen. Bij een slimme en innovatieve uitwerking van de schriftelijke informatieplicht zal er misschien sprake zijn van een zeer beperkte extra administratieve belasting voor de zorgverleners ten opzichte van de huidige situatie, maar die valt in het niet bij de voordelen van het beschikbaar hebben van schriftelijke informatie tijdens de gesprekken tussen arts en patiënt. Achteraf zullen ook juridisch gezien zaken veel duidelijker liggen, waardoor de positie van patiënten, maar ook die van behandelaars, sterk zal verbeteren. Het is ook gek dat schriftelijke informatie voor bijna alle denkbare producten en diensten wel wettelijk verplicht is. Juist in het door minister Schippers uitgeroepen jaar van de transparantie past een slim uitgewerkte schriftelijke informatieplicht naar de individuele patiënt. Burgers vragen daarom. En daarvoor, geachte voorzitter, rekent de burger vandaag op de Tweede Kamerleden. Zij kunnen het verschil maken voor de patiënt om in zijn broodnodige informatiebehoeften te voorzien. Dank u wel.